Gaat u er maar eens even goed voor zitten. Pak nog een biertje, een watertje of een colaatje. Haal de borrelnootjes uit de zak en ga lekker onderuit gezakt op de bank zitten. Want dit is een kraker. Quick Boys, Rijnsburgse boys. Deze beelden zeggen natuurlijk genoeg. Quick Boys heeft nog wat goed te maken na die eerste wedstrijd op de Middelmors. 7-1 won Rijnsburg. Dit zijn de mannen die dat moeten gaan doen. Martijn de Zwart weer terug op goal. En Arie de Vreugd centraal achterin aan de rechterkant. Hij vervangt Aafjes, die geblesseerd en met een rode kaart vorige week van het veld moest verdwijnen. En dit de mannen van trainer Pieter Mulders. Prachtig toch dit, een reclame voor het amateurvoetbal. En dan begint de wedstrijd. En in de eerste minuut is het Filip Den Hartog. En die maakt er direct 1-0 van. Een droomstart voor Quick Boys. Filip Den Hartog, ook hij weer in de basis. Na blessure leed, vervangt Stemers. En het feest op Nieuw-Zuid is er natuurlijk direct. Heerlijk zeg, wat een start. Ja. Droomstartje. In een wedstrijd die natuurlijk ook om de eer gaat. Want die 7-1 willen Quick Boys weggepoetst hebben. Rijnsburg fans herinneren ons daar nog eventjes goed aan. Door met een spandoek achter een vliegtuig langs het nieuws uit te gaan. Doet de 7-1 nog zeer. Hier zijn de uien weer, stond er op het spandoek. En hier Rijnsburg. Man, Driebergen in de fout. En dan is het Tillema alleen op de Zwart. En na 10 minuten... Nou, de 11e dan vooruit is het alweer 1-1. Wordt het dan weer zo'n doelpuntenfestijn? Vraag je je bijna af. Ja. Balen. Jonge Nelen met de actie. Dan is het vanaf een metertje of 20 de bal die gelukkig naast gaat. Schot van Hudepol. Max heet die van zijn voornaam. Quick Boys weer in de aanval. En Misa Danzo. Ja, die wordt vastgepakt. Door ik dacht dat het Heer de Prijs was. En scheidsrechter Gerritsen is resoluut. Legt de bal op de stip. Nog wel wat voor commentaar, maar weinig. Ja, hier kan je toch weinig tegen doen. En dan is het Oost. Een gerenommeerde naam zou je toch denken. Maar hij mist. Ja, zulke kansen moet je toch afmaken. En dat gebeurt dan niet. Quick Boys in de eerste fase van de eerste helft sterker. In het tweede gedeelte gaat het wat meer gelijk op. En in dat tweede gedeelte zijn we nu beland. Misa Danzo wil de bal terug hebben van Gielissen. Krijgt hem ook. Delano Ako hen. En dan maait Driebergen over de bal. Ja, grote kansen. Driebergen, de man die de laatste weken natuurlijk lekker veel scoort. Nu net eventjes niet. 1-1 en dat is ook de ruststand. In een vermakelijke eerste helft. Die zie ik nu nog niet over is. Want hier is het Joey Ravensbergen. Tillema in duel met Driebergen. Oost krijgt dan de bal. Je zou zeggen, schiet toch Jason Oost. Maar hij legt hem af op Misa Danzo. Dat schot wordt dan gekraakt en kan gekeerd worden. Dan is het Jongenelen die Ravensbergen te slim af is. Gaat op Dennis van der Plas af. Ook die weet hij mooi om zij te spelen. En dan schiet hij hem gelukkig in het zijnet. Jeffrey Jongenelen. Ja, die zal toch ook gebrand zijn op een doelpuntje opnieuw uit. Daar is hij dan, de tweede helft. Mijn excuses. Maar ook die wordt leuk, kan ik u vertellen. Hier is Tillema die weg is. Bij de tweede paal is het Hudepol. En ook Poku kan er nog net op tijd bij. Moet wel een corner weggeven. Hoek. Misa Danzo. Wordt hier op de grond gelegd. En dus een vrije trap. Die gaat genomen worden door Ako Hem. Die kan dat wel.
Arie de Vreugd mee naar voren. Schot wordt gekraakt en dan ver weg. En dan is het Dennis van der Plas die de bal naast kopt. Goeie kans. En dan opnieuw een vrije trap. Op ongeveer dezelfde plek. Hens, zegt Gerritsen. Opnieuw Ako Hen. En nu is het Arie de Vreugd. Ja hoor, hij kopt hem raak. Zijn basisdebuut. Kijk hem eens. Blij zijn. En terecht natuurlijk. Wat een heerlijke kans. Wat een heerlijk doelpunt. En dus de 2-1. Daar komt hij. Prima 2-1. Van Nieuwkoop geklopt. Kijk, die Ako Hen is blij zijn. En daar gaat Quick Boys weer. Een sterke fase met Danzo die weggestuurd wordt. Maar scheidsrechter Gerritsen fluit hem af voor buitenspel. Op advies natuurlijk van zijn grensrechter. Als we goed gaan kijken, hier op het moment van spelen absoluut geen buitenspel. En dus onterecht afgekeurd dat doelpunt. Oost. Daar gaat Danzo weer. Speelde een goede wedstrijd. En opnieuw wordt hij afgefloten. Opnieuw voor buitenspel. En weer klopt het niet. In 3 minuten tijd, 2 keer, ja, toch een fout van assistent scheidsrechter aan de andere kant. We hebben nageteld, in 1/3 van een seconde was het wel zover. Was het wel buitenspel, stond hij wel voorbij de laatste verdediger. Ja, en op het moment dat we de assistent scheidsrechter filmen, wordt er een overtreding begaan en dus een penalty. En is het Joost Leonard in het veld gekomen. We kennen hem wel, fenomeen Leonard kan je hem zo ondertussen wel noemen. Die er 2-2 van maakt. En dus kunnen we weer van voren af aan beginnen. Met die komst van Leonard gaat Rijnsburg toch beter voetballen. En hier is het 3-2. Tillema helemaal vrij. Met zijn tweede van de middag die er 2-3 van maakt. Wat een knotsgekke wedstrijd zeg. Richting de Rijnsburg aanhang. Daar waar hij hoort natuurlijk. Vieren dat feestje. En hij geklopt. 3 keer. Kan er niet veel aan doen vandaag. En dat is dan toch pijnlijk. Quick Boys, wat kan het nog? Mentaal natuurlijk een dreun dit. Mahmoud in het veld gekomen. Stemers in het veld gekomen. Van Steen ook in het veld gekomen. Oost, kan die erbij? Draait handig weg, maar zijn schot wordt gekeerd. Een corner is wat overblijft. Jason Oost, ja, gemiste penalty. Dan kan je toch zeggen dat het niet zijn middag is. Hier, Arie de Vreugd, het zou toch wat zijn. Maar hij kopt hem net over. Wel lekker zo'n centrale verdediger die goed kan koppen. Ja, dat hebben we meestal wel natuurlijk. Bentham kan het. Avius is ook niet de kleinste. Hier Delano, hier Opoku die de bal verliest. En dan daar geeft hij een trap omdat hij de bal wil hebben. En scheidsrechter Gerritsen ziet dat. En kan maar 1 ding doen en dat is de rode kaart. Opoku weet het zelf ook. Delano troost hem. Mahmoud vraagt nog, scheidsrechter, is dit nodig? Ja, zegt Gerritsen. Stemers zegt, weet je het echt zeker? Ja, ik weet het zeker. En dan is het toch echt zo. Moet Quick Boys met 10 man verder. Hier een vrije trap. Mahmoud wordt gehaakt. Ako Hen weer. En wat doet hij? Op de paal! Ja, dan zit het ook net eventjes niet mee. En misschien moet je het ook zelf afdwingen eerder al in de wedstrijd. Natuurlijk kan het nog, maar ja, je staat wel met een man minder. Dan is hier Leonard die handig wegdraait. Helemaal vrij, die 4-2 binnenschiet. Half uurtje speelt hij, 2 doelpunten maakt hij. Wat gaan ze daar bij Rijnvogels een plezier van hebben. Hij laat zijn ploeg ook beter spelen. Ako Hen, nou die plek kennen we wel met zijn vrije trappen. En dit keer is het Max van Steen die de bal binnenloopt. Het is weer 3-4. De kansen zijn er nog, zou je zeggen. Ondertussen nog een doelpunt van Rijnsburg afgekeurd voor buitenspel. En dan fluit scheidsrechter Gerritsen af. Is dat resultaat teleurstellend? Maar wat een heerlijke voetbalmiddag was dit op Nieuws Uit. Mannen, bedankt.